De KPN e-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Yes, dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de KPN e-divisie Goals Show. Ja, dat is de leukste show, de leukste video van de week, want je ziet eigenlijk alleen maar goals of hele opmerkelijke momenten. En volgens mij zijn er weer veel goals gemaakt, toch? Pot verdikken me. Ja? Echt een hoop. Ja? Misschien wel een record. Ja, nee, er zijn ook wel volgens mij wat wedstrijden in een... Dus één wedstrijd volgens mij zelfs een 0-0 geëindigd. Ja, oké, maar die wedstrijd daarna weer 4, dus nou ja, ja, in ieder geval heel veel doelpunten weer. Ja. Laten we kijken naar de eerste wedstrijd, want dat was onze main match in de eerste ronde. Dat was Feyenoord tegen Volendam en Julian tegen Luca Schilder. Ja, het was eigenlijk een, ja, mag ik wel zeggen, een saai duel tot aan dit moment. Het was een fout van Luca en Julian die straft dat af. Dat moment daarvoor konden we niet zien, maar het was soortig balverlies. En toen was Julian aan hier met de fake R9. Volgens mij schoot hij me in de rechthoek en ja, uiteindelijk een lekkere overwinning. Dan hebben we het wel eens over comebacks in de show. En hier komt Feyenoord op 3-0. En dan heb ik het woord comeback laten vallen. Dan gaat Colin heerlijk spelen. Hij komt helemaal terug in zijn spel. De eerste paar minuten waren niet voor Colin, maar die waren eigenlijk voor Talla. En dan is het hier de 1-1 in deze wedstrijd. Ja. En daar is het eigenlijk nog niet bij gebleven. Hier komt de 2-1 en dan kan het wel eens comeback worden. Ja, het is elke keer. Hè? Ja, het is echt bizar. Serieus, we zijn ook weer bij dit duel 3-0. Het zegt niks. Nee, en daar is hij. Ja. Gelijk spel. Sta je 3-0 voor, is het 3-3. Ja, deze goal was wel mooi. Ja, vol groen getimed. Een enorme poeier. En dan ja, met die Mbappé-kaart. Ja, ja, dat gaat er gewoon in. Ja. Maar dat was hem nog niet. Nee. Want hier Alouaran met dat linkerbeen. Ja. Is ook sowieso een goal. Die was ook ziek. Ja, bizar. Die Alouaran linkerbeen. Ja. Ja, die kaart is gewoon niet normaal. Ook zijn stats zijn niet... Hij heeft volgens mij 86 shooting, maar ja, het voelt... Ja, dat? Ja, vind ik zo bizar. Ja, het voelt echt als negentraan. In ieder geval een gelijkspel tussen Feyenoord en Volendam. Dan gaan we door naar het tweede duel. Go Ahead Eagles tegen AZ Alkmaar. Die zien we hier in beeld. Rick tegen de Greenhopper. En dit was een ja, lekker duel, want zeker. Go Ahead Eagles werd door jou al beschreven als een favoriet, toch? Ja, nou ja, vorige speelronde hebben ze het Ajax heel lastig gemaakt. En AZ is natuurlijk ook geen kleintje. Die gaan ze het ook lastig maken. Want hier, Rick Dame, die komt hier gewoon op een 2-0 voorsprong. Zeker. En dan is het hier dan wel de Greenhopper met zijn klasse die hem dan op 2-1 trekt. Ja. Alleen dan denk je, Emre, ja, een gigant tegen, ja, Jens. Die gaat hem wel even pakken, dacht ik. Dat dacht ik ook. Want Emre, maar... ja, Emre had hier voor, dus al tegen PSV in inhoud wel 5-0 gewonnen. Precies. En nou ja, Jens hier uit de corner, ja, dat kan je dan gelukkig noemen. Ja. Of gewoon heel goed gedaan. Dan is het ineens 1-4 voor Go Ahead. Ja. Bizar, had je van tevoren nooit gedacht. Ja. En dan hier AZ doet nog wel wat terug. Ja, heel ziek. En het wordt nog wel heel even spannend, ja, want er komt er nog een. Ja, dan denk je toch hier op dit moment... Ik denk, weet zeker ook bij Go Ahead ging ze echt wel zweten hoor. Dan wordt het nog 4-3, ja, nog met hoeveel? 35 minuten? Ja, zoiets. En dan moet je het nog wel even volhouden, ja. Ja, maar heel knap van Go Ahead. Vorige week hadden ze een puntje verdiend tegen Ajax en nu pakken ze de 3 tegen AZ. Dat... Ja, de volledige buit. Knap hoor. Ja, heel knap. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Ook wel een lekkere wedstrijd op papier. Utrecht tegen Vitesse. Het was ja, Tigo tegen Manuel en Tim tegen Senne. Damien, ja, een van de favorieten natuurlijk ook hier in de Eredivisie, die had corona, of heeft corona. Ja. Maakt niet uit, want Senne heeft de vorige keer het goed gedaan. Dus zeker. We gaan zien wat hij nu gaat doen. Vitesse. Ja. Komt op voorsprong. Manuel, ja, goed begonnen. Alleen Tigo, die laat niet over zich heen lopen. Tigo is nou, de ene wedstrijd eigenlijk nog beter dan de andere. Hier staat hij ook op en scoort hij de 2-1 in het voordeel van FC Utrecht. Maar ja, Manuel is Manuel. Ja, dit was wel een mooie goal, hè? Ja. Zo vanaf daar nog terugleggen. We hadden hem zo op niet verwacht, ja, op die kant. We hadden hem naar rechts verwacht en hey, penalty. Ja. Aan de kant van Vitesse. En ja, dit is gemeen. Dit is gemeen. Maar dit wel is, fantastisch natuurlijk. Ja, heel vies. En dan hebben we deze pot. Senne, ja, die moet het dan af gaan maken tegen Tim. Ja. En dan wordt het gelijk al heel lastig. Ja, gekke keeper movement. En ja, het is natuurlijk niet lekker voor Senne dat je dan in de tweede... duel moet gaan spelen, wat normaal Manuel altijd doet. Alleen door een verkeerde loting. En dan gaat dit ook... Ja, ja, gaat dit helemaal mis. Dit is natuurlijk de genadeklap. Ja. Wat wel knap is, is dat hij gelijk
na deze fout volgens mij de 3-1 maakt. Kijk eens, inderdaad. Dan komt hij aan. Gaat zelf ook nog wat doen. Ja. En dan denk je, nou, misschien kan het erin zitten. Maar nee, hij was al geknakt. Nee. Was al geknakt bij Senne. En Tim, ja, kijk. Laatste klasse zien. Een German cross. Lekker daar op tijd voor de goal. En dan hier eigenlijk een hele gekke voorzet, waar we ook weer van schrokken. Dit was ook een German cross. Ja, maar die veel te hard ging. En dan hier, ja, 100% goal op deze manier. Ja. En dan is het nog niet klaar, want Tim gaat nog even door. Ja. Die gaat echt nog wel even knallen. Die gaat werken aan het doelpuntensaldo. Senne die er eigenlijk nog voor de sier bij zit. Klopt. En verliest. Ja, pijnlijk. Pijnlijk voor Vitesse, pijnlijk voor Senne. Dat, dat gun je eigenlijk niemand. Zeker. We gaan gelijk door naar de volgende main match. Want dat was de derby van het noorden. Tenminste, zo noemen ze dat. Groningen tegen Heerenveen. Dat is een lekkere wedstrijd. Vooral als we kijken naar Groningen. Want ja, we zijn toch een beetje allemaal fan geworden toch, van Groningen. Nou, zeg dat. Ja, met die mooie doelpunten, met dat leuke spel. Zeker weten. Wij gaan we de eerste wedstrijd zien? Dat is even de vraag. Nee hè? Die zien dit is gelijk zo. De tweede. Ja. De eerste wedstrijd slaan we over omdat het een brilstand was. 0-0. Ja. En de tweede wedstrijd wordt gelijk ingestart. En dat was op zich een hele leuke wedstrijd. Ja. Het komt wat laat los. In de 50ste minuut ongeveer staat het 2-0 voor Heerenveen. En dan is het aan Groningen. Ja, en Groningen komt dus inderdaad 2-0 achter. Maakt hier nog de 2-1. En Marijn, ja, we weten hoe goed hij is voor de goal. Maakt hier ook, kunnen vast verklappen, op een rare manier wel weer de 2-2. Gelukkig, maar het telt. Ja, en wat we dan eigenlijk niet zien, wat wel leuk was geweest, dat moeten de kijkers misschien nog even terugzien. Dennis gaat 90 minuten 1-1 met Ronaldo en die schiet hem op de paal. En hij stond op en hij werd helemaal gek. De stoelen vlogen hier bijna in de studio. Ja. Fantastisch. Ja, was inderdaad fantastisch. We gaan door naar Excelsior Rotterdam tegen Fortuna Sittard. En ik denk dat we even credits moeten geven aan Excelsior Rotterdam, want die doen het gewoon ontzettend goed. Ja, hadden al een inhaalwedstrijd voor deze show. Ja. En die hebben zij ook gewonnen. Dus ze kunnen vandaag gewoon 6 punten erbij schrijven als ze deze wedstrijd gaan winnen. En je ziet het al, ze komen goed op voorsprong. Abdi speelt tegen Abdullah. En Abdi die is gewoon lekker bezig. En die gaat ook gewoon door en door en door. Ja, 3-0 en dan denk je normaal gesproken weer, dat is nog niet klaar. Ja, in dit geval, als Gio de 4-0 maakt, dat is ook zo knap. Dat is knap hoor. Ja, heel knap. Die kopballen, groen timer, dan moet je wel. Ik maak ze echt nooit zo. Ja. Nee, net groen timer lukt me al niet eens. Nee, maar gewoon hoe die hem erin komt. Ja, nee, dat zeker ook niet. Nee, die bizar. Die vliegende kopbal. Ja, schitterende overwinning voor Excelsior. Die doen het echt goed. Want Fortuna Sittard is gewoon een uitstekende ploeg. En zij pakken dus 6 punten op 1 dag. Ze doen het uitstekend. We gaan door naar Sparta Rotterdam tegen NEC Nijmegen. En daar mag je wel even voor gaan klaarzitten. Doelpunten. Is doelpunten. Het enige wat ik nu gelijk aan het begin zeg. Want we gaan hier een hele hoop doelpunten zien. Dat verklap ik alvast. Ja. En aan de kant van Sparta, belangrijk wedstrijd. Ze kunnen op 6 punten komen uit 2 wedstrijden voor de periodestand. En NEC is zeker ook nog niet uitgeschakeld in de periode. Nee. Dus die moet ook nog lekker aan de bak. Hier komen ze gelijk. Zoals wij in de studio ook al verwacht hadden. Gaat een gelijk opgaande pot worden. En doelpunten over en weer. Hier weer de voorsprong voor Sparta. Ja. En dan nog een doelpunt. Nog een doelpunt. 3-1. En Morris, dat was wel grappig, die had dus al gespeeld. En we zagen hem in die KPN Green Room hier liggen. Lang die lag uit. Er helemaal lang uit. Die dacht uitgeput. Al, het zal wel. Nou, toen kwam hij hier dus ook een 4-2 achter. Schitterende goal, moeten we kopje wel zeggen. Kopje gaat hangen. Kopje gaat hangen. En toen kwam hij in één keer terug. Dit was wel opvallend. Dit was het moment. Ja, dit was het moment van Morris. Dat hij dacht van, nee, het kan nog. Ja. Goeie goal. Echt fantastische voorzet. En dan is het nog niet klaar. Want Morris gaat gewoon hier het doelpunt maken met een schaar versnelling. Ja, dit is uit het boekje, zoals we dat dan noemen. Ja. En dan zijn we aangekomen bij de tweede wedstrijd. En dan is het NEC een keer met een corner. Normaal is het Sparta wel eens met een corner. Ja, en nu NEC. Ja, schitterende goal. En dan gaat NEC door. Hier maken zij de 6-4. Ja. Daarmee denk je dan, dan gaat NEC waarschijnlijk wel die punten pakken. Maar goed, Thomas die scoort er ook nog eentje. Zeker, kijk eens. Hij gaat hier ook in. En dan staat het alweer 6-5. 11 doelpunten dus deze wedstrijd al. En het worden er nog meer. Zeker. Ja, het zijn wel af en toe wat hutse klutsgoaltjes. Maar die tellen natuurlijk ook. Zodra de bal tegen over het lijntje en tegen de touwen gaat, dan telt hij. Mooie goal. En hier, net niet genoeg voor Sparta. 7-6. Ja. 7-6, ja. En dat is een gek duel, maar we gaan straks een duel aan gaan we heen kijken. Dat wordt echt ook een heel ziek duel. Dat is volgens mij de laatste wedstrijd van vandaag. Die gaan we zo erbij pakken. We gaan eerst naar een andere wedstrijd. Ajax tegen Twente. Onze derde en laatste main match.
Levi tegen Jesse. Afwezigheid van Milan. Die was niet lekker. Maar Jesse, de coach... Die scoort hier gewoon. Die scoort en komt op 1-0 voorsprong. En dat is toch knap. Want normaal is Jesse de coach. Ja. En die mocht nu dus gaan spelen. En die maakt het hier Levi. Zo lastig. Maar ja, Levi. Ja. Die heeft wat buskruid over van oud en nieuw. En die knalt hier die bal bijna door de netje heen. Ja, deze kopbal ook van Lucio was het volgens mij. Brent met de voorsprong tegen Levi die weer. Het is alweer het tweede duel. Het gaat heel snel. Er is niet heel veel gescoord. Maar het was spannend. Toen kwamen hier de Kroaten. Orsic en Perisic in het veld. En een hele mooie goal. Goed getimed. Levi de Weert. Ja, dit was een kort duel zo op papier, maar een heel spannend duel. Gelijk opgaande pot en ik denk zeg dat. Toch een terechte uitslag 2-2. Dan gaan we door naar PSV tegen RKC. PSV heeft dus vandaag een inhaalwedstrijd al gespeeld tegen AZ. En die gingen kansloos ten onder, maar komen hier wel op een voorsprong tegen RKC. En ja, heel eerlijk, als je ook naar de stand kijkt, PSV zou deze wedstrijd gewoon moeten winnen. We weten hoe goed deze jongens zijn, Pinna en Verhoeven. En RKC, ja, die hebben ook maar slechts 5 punten. Hè? Ja, dat is eigenlijk de tegenstander waar PSV gewoon de punten tegen moet gaan pakken. En Pinna die begint hier gewoon heel lekker, 3-0. Ja. En dan is het toch weer PSV die niet helemaal foutloos is. Want ook hier krijgen ze een tegendoelpunt. En dat wordt daar blijft er niet bij één. Ja. Het worden er zelfs nog 2. En daardoor wordt de tweede pot nog heel erg spannend. Ja, ja, dit vind ik zo apart. Dit is een beetje het verhaal van PSV. Ja. Gewoon 3-0, niks aan de hand. En toch nog 2 goaltjes tegenkrijgen. Dit is dan een schitterende goal van Dennis Verhoeven. Die vandaag voor het eerst speelt. Ja, goed gespeeld. Je ziet het. Die komt ook op 2-0 voor. Maar hier ook weer dat tegendoelpunt. Dan komt hij aan. Akka. En daar is het alweer 2-1. Maar goed, daar blijft het gelukkig bij. Ja. En PSV pakt hun eerste 3 punten sinds denk ik 5-6 weken, als het niet langer is. En staan daarmee niet meer laatste, staan nu 17. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd, Emmen tegen Cambuur. En dat wordt weer ook een knotsgek duel. Zo, zeg dat. Max Koelemaai. Die begint heel lekker, je noemt de naam al. Max die hier gewoon volop begint met vlammen. Ja. Zijn krullen zitten goed vandaag en zijn schoten op goal die zijn ook perfect. En die gaan we hier achter elkaar zien. Ja, hoe hij hier in de 16 danst met zijn spelers tegen Goffin. Tegen Cambuur is echt niet normaal. En dan komt er ook nog een derde aan. Ja, Goffin is er dan een beetje klaar mee. Die denkt, weet je wat, ik ga er ook eentje prikken. Het is een goede bal achter de linie van Max. En dan is eigenlijk Max te laat. En dan komt hier goede bal. Hele zien we niet meer heel veel bal rollen om de keeper heen. Maar deze werkt wel. Ja. En dat betekent 3-1. Ja, en dan wordt het hier nog 4-1 en gaat Max eigenlijk met een heerlijk gevoel naar het tweede duel kijken. Want Leroy die is toch ook hartstikke goed, maar je speelt wel tegen Atta. En Atta, zo! Oh, die hebben we niet gezien. Wat is dit dan voor een goal? Daar is die. Zo, dit is, wel, dit is de goal van de week. Dat toch? Dat moet. Ik heb hem zelf, deze is ook zo. Hij danst. Ik wist niet dat er ijs op het veld lag, maar hij is gewoon aan het schaatsen. Deze wedstrijd hebben wij dus niet gezien. Deze wedstrijd voor de kijkers die nu kijken, deze wedstrijd werd wat later gespeeld door een technisch probleem. Maar dit is echt wel een ziek duel. Deze eerste 3 goals, ja, niet normaal. Echt heel erg bizar. En hier, het gaat gewoon nog steeds zo. Het blijft spannend. Het gaat over en weer hier ook. Algemene stand 4-6, deze pot 3-2. En Atta geeft niet op. Atta komt hier nog een stapje dichterbij. En dan is de vraag, kan Atta nog dichterbij komen? Jazeker. Ja. Kijk eens, hij pakt hier de bal af, legt hem met een fantastische paas. Ja. Eigenlijk direct de 16 in. Ja, met zulke goede spelers is het op rondje klikken uit die hoek. En dan is het een doelpunt. En dan het doelpunt. Ja. Het is de winnende. Ja, het is de winnende. Het is, en de hele belangrijke. Ja, het is een raar duel. Maar vooral die goal van Atta, die vrij trap. Zo. Ik zou hem eigenlijk eens willen zien hoe hij dat dan precies doet. Hoe hij dat instelt, Hoe hij dat instelt, want dat is echt een zieke goal. We hebben hem 1 keer eerder gezien. Dat was toen met Groningen. Ja, Groningen zien we hier dan op plek 6. Die hebben natuurlijk al een periodetitel, net zoals Ajax. Dus die twee ploegen die staan er heel goed voor. Dan kijken we naar Twente. Die hebben dus een gelijkspel. Vitesse verliest. Ja, en Emmen die doen dus uitstekende zaken. Utrecht doet uitstekende zaken. En PSV staat niet meer laatste. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van vandaag. Dat PSV niet meer laatste staat, toch? Zeker, ja. Die zijn van een plekje af. En die hebben even gereld met RKC. Ja. Dat is de nieuwe nummer laatst. Dat is de nieuwe nummer laatst. En daarmee gaan we kijken naar volgende week. Want volgende week is weer een nieuwe goalshow. Een nieuwe uitzending.
En dan gaan we kijken hoe de topclubs het gaan doen. Ja, ik ben benieuwd. We gaan vooral focussen op die top 5, top 6, want daar staat het zo dicht bij elkaar. Dan gaat het gebeuren. Daar periode gaat het... 1 en laatste wedstrijd. Dus een belangrijke speelronde ook voor de derde periode. En, ja, zeker. Het is nog heel spannend. Zeker. We zien jullie volgende week bij speelronde 12. En dan tot dan. Ciao, ciao. Tot dan. De KPN-Eredivisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.